Fietsen naar de Noordkaap en dan starten vanuit Groenlo. 3.000 kilometer op de pedalen, ga er maar aan staan. Tien mannen besloten deze challenge aan te gaan en te fietsen voor een goed doel: het Prinses Maxima Centrum. Vrijdag 3 juni werd er gestart in Groenlo en na een ware uitputtingsslag van 10 dagen bereikte de renners zondag rond 5 uur het einddoel, de Noordkaap. Met 3.000 kilometer in de benen staat de teller voor het Prinses Maxima Centrum op ruim 110.000 euro, maar doneren is nog altijd mogelijk. Later in de week besteden we meer aandacht aan dit initiatief.